Hanneke, ik ga met jou beginnen, want je was afgelopen week in de kantfabriek en de weeffabriek in Horst. Weeftechnieken, dat lijkt me enigszins oudbollig. Of heb ik het mis? Nou, eerlijk gezegd dacht ik dat ook. Totdat ik ben gaan kijken. En toen dacht ik daar toch anders over. Er zijn verschillende weeftechnieken, maar je kunt er eigenlijk van alles mee. De kantfabriek, het klinkt misschien oudbollig, maar het is eigenlijk een textielmuseum. Misschien dat we eens even iets... We gaan even kijken. Goed idee. Ja. Hanneke, jij had zin om eens een ander soort museum te bezoeken en jij wist mij nieuwsgierig te maken. Ja, ik was geattendeerd op de kantfabriek, Museum de Kantfabriek. Ik ben trouwens heel benieuwd of ze hun naam eer aan doen. Volgens mij hebben ze nog veel meer te vertellen. Oké, we zitten dan hier in Horst. Ja. En het wordt de hoogste tijd om binnen te gaan kijken. Laten we gaan. We zijn hier bij Marcella Dings. Zij is voorzitter van de Kantfabriek en kan ons van alles vertellen over de fabriek en over wat hier om ons heen staat. Marcella, hoe lang doe je dit werk al trouwens? 10 jaar. 10 jaar al? Ja. En is er in die 10 jaar al heel veel gebeurd, heel veel veranderd? Ja, natuurlijk, we gaan met de tijd mee. Hè? Ja. Er veranderen dingen. De vaste expositie is veranderd, is up-to-date gemaakt. We hebben eigenlijk steeds mooiere wisselexposities. En ja, je werft weer nieuwe vrijwilligers. Er gaan vrijwilligers weg. En we hebben natuurlijk ook een hele moeilijke coronatijd gehad. In 2006 is dit museum in handen gekomen van de Stichting Museum de Kantfabriek. En in 2009 is het museum geopend. En wat er toen stond was een vaste expositie die er nu ook nog staat. Dat is de textielgeschiedenis van Horst. En daarnaast zijn er ruimtes voor wisselexposities. We zijn hier in de expositieruimte van de Kantfabriek. Hier in deze ruimte worden met enige regelmaat exposities gehouden. En op dit moment is de expositie van de ICAT-kring, de Nederlandse ICAT-kring, die 25 jaar bestaat. En ze houden hier samen met de banden van de Andes hun expositie. We staan hier langs Wil Hunnekes. En Wil Hunnekes is lid van de ICAT-kring in Nederland. Van de ICAT-kring, ja, sinds 2012. De Nederlandse ICAT-kring is 25 jaar geleden opgericht door Wilde Jager Ruchtig. Ze was een vrouw die heel erg geïnteresseerd was in textiel, veel gereisd heeft en op haar reizen de ICAT-werkstukken tegenkwam en zich daarin is gaan verdiepen. Daar heeft ze heel veel van geleerd. Ze heeft zelfs musea opgebeld om te achterhalen hoe bepaalde dingen gemaakt werden. Daar heeft ze les in gegeven door heel Nederland. Op een gegeven moment werd haar gezondheid te zwak, zodat dat niet meer ging. En daar heeft ze de Nederlandse ICAT-kring opgericht. Tegelijk met de Nederlandse banden van de Andeskring. Een andere techniek, een andere manier van werken, maar door dezelfde vrouw opgericht. En vanwege het 25-jarig bestaan is nu deze dubbele expositie. In deze ruimte hangen allerlei prachtige werkstukken. Ik vraag me af, waarom zijn ze allemaal zo verschillend? Is het niet zo dat het vaak figuratief is of kun je daar ook andere ontwerpen mee maken? Het is altijd figuratief. Er worden altijd patronen door de maakster ontworpen. En omdat je met ICAT zoveel technieken hebt, in alle delen van de wereld werd een andere ICAT-techniek gebruikt. En iedere ICAT-techniek heeft zijn eigen mogelijkheden weer, waardoor je een heel divers werk krijgt. Het ziet er allemaal prachtig uit. Wat me wel opvalt, is dat er een bepaalde wazigheid in de weving zit. Hoe ontstaat die eigenlijk? Die ontstaat omdat bij ICAT bundels garen, bosjes garen, worden op bepaalde plekken met tape of met garen afgebonden, heel strak. Daarna wordt die hele bundel in een verfbad gedaan, waardoor alles geverfd wordt, behalve waar die plastic zit. Ah, ja. Daar blijft de basiskleur zitten. En dat wil dus zeggen dat die draden een beetje kunnen verschuiven. Garen heeft ook altijd een beetje rek. Ah, okay. Je hebt nooit dezelfde spanning in iedere draad. En daardoor verschuift er een beetje en is die wazigheid. Zou je me nog iets kunnen laten zien over de weeftechniek? Ja, in de kantine hier in de kantfabriek staat een klein weefgetouwtje.
waar ik bezig ben met een inslag ikat op het moment. Wil, we zijn nu in het andere deel van de expositie, de banden van de Andes. Ik word ontzettend vrolijk van al die kleuren en patronen die ik hier zie. Kun je daar iets over vertellen? Nou, de banden van de Andes doen onderzoek naar de oude weeftechnieken die in de Andes gebruikt werden. En ook het kleurgebruik daarvan. In het begin, een jaar geleden, gebruikten ze vooral de patronen uit de Andes. En in de laatste tijd ook eigen patronen ontwerpen, maar wel in de technieken van de banden van de Andeskring. Bedankt voor deze geweldige ontvangst en de uitleg. Voor mij is een hele wereld opengegaan. Oh, wat dacht zeker. Jij ervan? Nou, ik heb hele nieuwe technieken. Ik weet niet hoeveel hobby's dat je kan hebben, maar misschien dat er nog één bij komt. Kun je de kijkers nog eens zeggen tot hoe lang deze expositie duurt? Tot 23 december van dit jaar. Oké, dan wens ik jullie daar veel succes nog bij. Hanneke, wat heb je ervan opgestoken? Nou, ik heb er heel veel van opgestoken. Maar wat misschien heel leuk is om te vertellen, mocht je nou zelf ook heel veel bezig zijn met patronen maken of met textiel iets maken, ze hebben een hele grote textielbibliotheek. Mm-hmm. En in die bibliotheek daar staan allerlei naslagwerken, magazines, jaaruitgaves van allerlei boeken die je kan lenen. Ja, ja. Ik ken alleen maar Brussels kant, dus ik zou me nog kunnen verdiepen in andere soorten kant. Zeker, maar het is niet alleen kant. Hè. Het gaat ook om quilten, borduren, alles wat je maar met textiel kan bedenken. Dat kun je daar terugvinden. Mooi, bijzonder. Ja. Dankjewel, Hanneke.